Naast mij DVS TV-kijkers, Roland ten Berge. Roland, Joop Thomassen van de Schrijvende Pers, die heeft het wel heel mooi verwoord zo, die kop. DVS doet zichzelf absoluut tekort. Klopt dat? Ja, helemaal mee eens. Ik heb vandaag ook de hele wedstrijd teruggekeken. En ik moet zeggen dat wij gewoon echt een hele goede eerste helft hebben gespeeld. Met echt gewoon heel goed voetbal. Maar dat goede voetbal moeten we niet vergeten. Dat moet resulteren in kansen. En dat zijn ook gewoon kansen geweest. Met alle respect voor jullie samenvatting. Maar er waren er nog een paar kansen die er nog niet op stonden. En dat geeft ook niet. Maar ik heb vandaag 15 beelden gezien. 15 clipjes gesorteerd. Wat allemaal gewoon goede kansen waren. Niet allemaal 100% kansen natuurlijk. Die hadden jullie er keurig op staan. Maar goed, dat zegt genoeg over van hoe we gespeeld hebben. We hebben enorm veel kansen gecreëerd. Vooral de eerste helft hebben we gewoon heel goed gespeeld. We hebben heel slecht verdedigd bij die eerste goal. Moet ook gezegd worden. En in de tweede helft zijn we weer onnodig op achterstand gekomen. En daarna is het gewoon niet goed gegaan. Dan zijn we niet de dingen blijven doen die we gewoon moeten doen. Dan werd het onrustig in het veld. Uit de organisatie lopen, foute passen, dat soort dingen. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan in de tweede helft. Waardoor jong Almere City eigenlijk een beetje boven zichzelf uit begon te steken. En toen bleek ook dat ze best wel een paar kwaliteiten hadden, met name op de vleugels. Ja, maar ik vind sowieso, ik heb daar een team gezien. De linksachter vond ik bijvoorbeeld ook heel goed. Hè? De linksbuiten, de rechtsbuiten was goed. Die hebben gewoon goede spelers. Dat mag duidelijk zijn. En die spelers die zijn misschien een beetje bij elkaar gezocht in het begin van het seizoen. En daar moeten hun ook aan bouwen aan een nieuw team. En dat zijn ze aan het doen. En dat wordt beetje bij beetje wat de dingen komt beter. Kijk, als je 8 goals maakt tegen VVOG, dan kun je wel wat. En ze zijn fit, ze trainen vaak. Dus die gaan echt nog wel meer punten pakken. Dat zie je ook aan Groningen en aan Volendam. Die gaan nou ook iedere keer ook tegen goede ploegen gaan ze gewoon punten pakken. Even zag je ook een bepaald moment halverwege de tweede helft dat de spelers zich ook een beetje ergerden aan hier en daar wat reacties uit het publiek. Maar dat ze daarna toch zichzelf weer herpakten en een behoorlijk slotoffensief eruit pesten met ook weer kansen. Ja, kijk, ik denk dat gewoon het verwachtingspatroon is zo hoog op een gegeven moment. Dan denken we van, nou, we spelen even tegen de onderste, Jong, Almere City, dat winnen we wel even. Ja. Maar we hebben ook geprobeerd om daarvoor te waken. En ik vind ook nogmaals, ik kan mijn spelers helemaal niks kwalijk nemen als het gaat om de eerste helft. Ja, ik zei net al van, we hebben niet goed verdedigd bij dat ene moment. En we moeten de kans afmaken. Maar goed, ook daarin van, ja. We schieten ze niet expres naast. We hebben goed gevoetbald. We waren scherp. Het zag er goed uit. Veel kansen gecreëerd. En dan is het gewoon, je moet iedere keer met zo'n tegenslag omgaan. Die tegenslag had je ook kunnen voorkomen. Hè? Dus ook bij die tweede goal. Die kun je gewoon voorkomen. Maar dan krijg je weer een goal tegen. En dan moet je weer er tegen knokken. En er zit dan maar één ding in de kop van die jongens. Van, we moeten 2 goals maken. Niet eentje, maar gewoon 2. Want ze willen gewoon ten koste van alles winnen. Ja, en dat is ons een beetje fataal geworden. En toen kwam er inderdaad dat we fouten gingen maken. Het werd onrustig gewoon in de ploeg. Maar zelfs daarmee, we zijn ook anders gaan spelen op het laatst. We hebben Basiel nog mee naar voren gebracht. Dat leverde zelfs ook nog gewoon 200% kansen op met Maurice en met Benjamin en Frank. Dus we hebben wel van alles geprobeerd. Maar ik denk wel, we hadden de rust moeten bewaren in de tweede helft. Op dezelfde manier hadden moeten blijven voetballen eigenlijk wat we tegen Harkma ook hebben gedaan. En dan had ik het nog moeten zien. Ja, en daar rekenen supporters op. Je had het net over het verwachtingspatroon. En ja, die zat er bij mij dan als verslaggever ook. Hè. En je ziet die spelers in situaties terechtkomen waarvan je denkt, oh, kom op, schieten, die lange hoek, die is helemaal vrij. En dan kiest Denny Sebas tot 2 keer toe, die korte hoek. Hoe kun je zoiets nou trainen? Hoe is dat trainbaar? Ja, denk het wel. Ja, ik denk dat het vooral rust is. Dus rust in je hoofd, rust in de afronding. We hebben Denise natuurlijk een aantal hele mooie ballen zien maken, ook in de voorbereiding. Een paar hele knappe goals vanuit identieke situaties. Dus voor een spits vind ik altijd een van de belangrijkste dingen is dat je de rust kunt bewaren in je laatste fase, dus in je afronding. Dat je weet waar zit de keeper en hoe kun je dan nog technisch een bal gewoon goed schieten. Ja, en daarmee was Denise denk ik wat ongelukkig, maar ook anderen ongelukkig.
Maar nogmaals, ja, we creëren wel veel kansen. Ja. Ik heb er in ieder geval wel van genoten. En ja, ik hoop dat jullie die lijn gewoon doorzetten. En even wat meer besluitvaardig zijn inderdaad in het afmaken. Ja, nou ja, kijk, we hebben een kracht van ons dat we veel de bal hebben. Maar we moeten ook zorgen dus dat we niet iedere keer van die goals tegen krijgen. Want ook tegen Groningen kost dat de wedstrijd eigenlijk, die twee goals. En ook dit soort dingen moeten we gewoon voorkomen. Tegen Harkema zijn we wel, krijgen we vroeg een goal tegen. Nou, dat was eigenlijk wel een aardig goede goal. Dat kan wel een keer gebeuren. Toen zijn we rustig gebleven, zijn we door gaan voetballen. Zijn we eigenlijk nu ook gaan doen. We zijn rustig gebleven, we maken vrij snel met Maurice 1-1. Maar ja, daarna krijgen we weer zo'n goal tegen. Ja, en dat kan gewoon niet. Hè. Dat mag niet twee keer in een wedstrijd gebeuren dat je op zulke manier een goal tegen krijgt. Terwijl de tegenstander gewoon niet beter is. Die creëert amper wat, hè, tot aan die fase dan. Hè. Maar na die 2-1, toen hebben hun ook heel wat kansen gecreëerd. En dat zegt meer over hoe wij toen zijn gaan voetballen. Aanstaande zaterdag hier tegen Huizen. Nu is een keertje geen 13 toeschouwers van het thuispubliek, maar 1300. Dat zal wel wat andere sfeer met zich meebrengen, denk ik. Ja, dat is voor mij nieuw hier zo, maar ik geloof het heel graag. En we hebben natuurlijk wel een trouw publiek. Volgens mij is het elke week gemiddeld wel 1000 man. En volgens mij liggen Huizen wel redelijk in de buurt, toch? Dus verwachten weer veel mensen en we zijn thuis nog ongeslagen, maar we moeten gewoon weer winnen thuis zaterdag. Zo is dat voor bomvolle tribunes. Gaan we voor. Oké, bedankt. Bedankt, hè. Twee spelers van het eerste damesteam van DVS en dat is Miranda Dul. Aanvoerder denk ik? Nee, niet meer. Nee? Niet meer? Oké. Okay. En Deborah Nachtegaal? Yes. Zeg goed, hè, Nachtegaal, hè? Ja, helemaal goed. Ja, dat is mooi. Hè. Zo, mooi, hè? Dit soort avonden, Nachtegaal. Ja, nu zie je ze niet meer, denk ik. Fantastisch. Hey, Miranda, jullie hebben net een groepsgesprek gehad, waarin je de wedstrijd van afgelopen zaterdag hebt besproken. Vond ik heel interessant. Ook heel leuk om te zien dat jullie daar zelf hele duidelijke mening over hebben. Ja, dat klopt. En we hebben ook van tevoren, begin van het seizoen, afgesproken dat wij open en eerlijk naar elkaar gaan zijn en dit soort dingen juist met elkaar gaan bespreken. Zodat we daarvan kunnen leren met z'n allen en kunnen verbeteren. Want de doelstelling is wel kampioen worden eigenlijk. Dus. Ja? Ja. Dat is echt een hele duidelijke doelstelling, Debor. Ja, dat zeker. We staan nu met 15 punten. Dus we gaan de goede kant op. Dus ik hoop het. Ja. En tegen wie speelden jullie nou eigenlijk die afgelopen wedstrijd? Nou, FC Meppel Alcides Vrouwen 1. Ja. Al ziet het. En toen kwam er ook nog weer wat. En die stonden op 0 wedstrijden, 0 punten. Of zijn die later ingestroomd of zo? Uh-huh. Ja, maar ik zag de stand. Ik zag de stand en ik dacht, hè, daar klopt helemaal niks van. Oh, dat is gek. Nee, dat weet ik niet. Nee? Oké. Nou, goed. Maar het ging erover dat jullie, hebben je met 5-0 voorgestaan zaterdag? 5-1 in de rust. 5-1 in de rust. En toen ging er wat mis. Toen hebben we enorm lopen kloten de tweede helft. En op een of andere manier, als wij zo ver voor staan, en dat is nou een paar wedstrijden gebeurd dit seizoen, dan hebben wij zoveel onrust de tweede helft, dat we de doelpunten om zijn beurt omdoren krijgen. Heel vreemd. En dat is een proces wat je dan niet kan stoppen? Of gebeurt er in het veld dan op dat moment nog wat? In het veld proberen we in ieder geval positief te zijn. Lukt niet altijd natuurlijk, maar we proberen het wel. Alleen we zijn nu al een paar wedstrijden op zoek naar wat is de oorzaak dat de tweede helft niet goed gaat. En die hebben we nog niet gevonden. Maar we hopen dat het de volgende keer wel weer beter gaat. Ja. Het kan ook een incident zijn, want die wedstrijd daarvoor stond je 4-4. Maar die heb je wel even over de streep getrokken met 4-6. Hè? Ja, toen hebben we als team weer opgepakt en hebben we wel weer een 4-6 van gemaakt. Ja. Wat is het geheim van jullie succes? 5 wedstrijden, 15 punten. Wat maakt jullie team uniek? Nou, we hebben gewoon stuk voor stuk fantastische spelers. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dat is hartstikke mooi. Maar gaan jullie uit van het voetbal opbouwen van achteruit? Ja, dat proberen we wel. Lukt niet altijd, maar meestal proberen we inderdaad gewoon backspreed maken en vanaf daar opbouwen. Oké, hartstikke goed. Hey, en Miran, wat is jouw positie in het veld? Centraal achterin sta ik samen met Deborah. Jij verzorgt dus de aanvoer naar voren, naar het middenveld. En dan echt ook uitgaan van het voetbal. Ja, absoluut. Dat is ook absoluut de doelstelling die wij hebben. Om echt vanuit achteruit op te bouwen en alle linies te gebruiken om naar voren te komen. En
Ben je tevreden over het niveau wat jullie dit jaar doen ten opzichte van verleden jaar? Ja, ik denk dat wij de wedstrijden die wij nu winnen, hadden wij vorig jaar verloren. De moeilijke wedstrijden. En ik denk dat wij daarin absoluut wel gegroeid zijn en dat we beter voetbal spelen. En je hebt natuurlijk ook een heerlijke keeper in het doel staan. Ja, ze is nog jong, maar ze doet goed. Ja, goed, hè? Je ook oud-keepster van het Nederlandse jeugdteam, hè? Amber, ja? Oh, Robin. Ja, die staat in de spits. Die schiet ze erin. Oh, die schiet ze erin? Die kipt niet eens? Nee. Amber kipt. Amber de Groot. Amber de Groot. Ja. Oh, nou, die zal het ook ongetwijfeld wel kunnen. Maar Robin die kan zowel keepen als spits spelen. Maar Robin heeft natuurlijk inderdaad in de jeugd bij het Nederlands elftal gezeten. Ja, klopt. Robin heeft die heel hoog gekiept, ja. Ja. Hey, ga lekker meedoen. Namens DVS-TV wensen we je vreselijk veel succes met het eerste. En we gaan ongetwijfeld een keer komen kijken, want ik word steeds nieuwsgierig. Waar ik nog één ding, want dat vind ik zo mooi. Je merkt dat de sfeer op het voetbalveld langzaam maar zeker aan het veranderen is. Van eerst duidelijk een mannenwereld en het lijkt erop alsof het steeds gezelliger wordt, Miran. Het wordt ook veel gezelliger. Maar vrouwen zijn ook wel heel gezellig, hè? En hoe meer vrouwen je hebt, hoe gezelliger het wordt. Ik heb altijd met het grootste plezier aan meiden les gegeven. De boer, daar weet je nog alles van, hè? Ja, het was altijd gezellig met Gim. Okay. Bedankt, hè? Hey, alsjeblieft. En heel veel succes. Ja, komt goed. Bedankt, Piet. Okay, goed. Mirjam, we hebben je verleden jaar al vorig seizoen bevraagd voor DVS TV. In vergelijking met het vorige seizoen, ben je tevreden over het niveau dit jaar? Gaat het omhoog? Ja, het gaat zeer zeker omhoog. Het is, we hebben inderdaad nu een verjonging gekregen. Ik weet niet of je het ziet, maar we hebben inderdaad gewoon verjonging. De aansluiting, dat zie je hierachter van de meiden A, sluiten heerlijk bij ons aan. Dus het is heel prettig werken. Ja, doen ze nu dan wat meiden van jeugd onder de 19 al mee? Ja, eigenlijk hebben we nu wat geblesseerden, wat langdurig geblesseerden. En ik kan ze eigenlijk gewoon uit meiden A pakken. En die doen eigenlijk gewoon met het niveau gewoon mee. Oh, wat een heerlijkheid. 5 wedstrijden, 15 punten. Ja, daar kan je natuurlijk helemaal niks over zeggen. Dat is natuurlijk scorebord journalistiek. Maar qua spel ook tevreden? Nou, het kan altijd beter. Ja, ik ben wel tevreden. Ik denk dat we een voetballende ploeg zijn en dat moeten we ook blijven doen. We zitten nu bij Noord ingedeeld, dat is even jammer. Want daar krijgen we toch meer fysiek tegen ons. En ja, daar hebben we soms moeite mee, maar ja, natuurlijk ben ik tevreden. Onderuit voetballen, Mirjam. Ja, precies. Tik ze weg. Ja, dat gaan we zeker doen. En heel veel succes ermee. Dankjewel. Woo!